Er zijn geen exacte cijfers van hoeveel berichten er in Nederland worden verzonden op WhatsApp. Het gaat om 100 miljard per berichten per, moet ik even goed zeggen, per dag volgens mij in de wereld. Maar in Nederland verstuurt ongeveer 65 WhatsApp berichten per dag. En er zijn 2,6 miljoen, dit zijn wat oudere cijfers, zijn inmiddels meer, 2,6 miljoen gebruikers. Dus stel dat dat dan, als je dat allemaal kan vermenigvuldigen, dan hebben we het dus over, even kijken, 61 miljard berichten per jaar. Daarvan is dat dus per dag, komt dat neer op 167 miljoen berichten per dag. Dus als daar een percentage van fout positief wordt aangemerkt, bijvoorbeeld bij 2%, hebben we het over 3,5 miljoen berichten per dag fout positief. Maar stel je kan dat terugbrengen naar 0,1%, dan gaat het dus om 168.000 fout positieve per dag alleen in Nederland. Kunt u bespiegelen hoe dat voor de opsporing zou zijn als je met dat soort aantallen wordt overspoeld? Nou, daar kan ik toevallig wel wat over zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat de technologie het beter zou kunnen doen dan de getallen die u net schetst. Maar het zal pittig blijven. De huidige situatie is dat de opsporing, de zedenpolitie, zit al vol. Dus die hebben ook aangegeven dat ze eigenlijk niet zitten te wachten op gewoon nog veel meer meldingen. Waarvan zij eigenlijk ook nog niet kunnen voelen van hoe goed zijn die meldingen. Op basis van de literatuur van dit soort classifiers, zoals dat dan heet, die proberen dan een score te geven aan van, nou, hoe eng is dit materiaal, zou je kunnen zeggen dat de bekende herkenning, waar Michel net ook over had, die kan echt wel heel nauwkeurig zijn. Maar de EU wil ook dat er dus generiek nieuw materiaal wordt herkend. En ik denk dat als je daar 1 op 1000 haalt aan nauwkeurigheid, dan zou je al ontzettend knap zijn. En dat betekent dus, wat er effectief gebeurt, is dat we onze opsporingsmensen gewoon een enorme stortvloed aan extra dossiers geven. Waardoor de huidige dossiers waarschijnlijk ook niet beter verwerkt gaan worden. En ondertussen de situaties waarvan een melding is gemaakt, blijven hangen in zo'n toestand van, ja, er is een melding geweest. Er staat nu een dossier hier bij het EU-centrum. Er is een kopietje naar een lokale autoriteit gestuurd. Er is een kopietje bij Europol. En dat stapelt op. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je deze stortvloed gaat gewoon te veel worden en schadelijk zijn. Om daar kort iets aan toe te voegen. Ik denk inderdaad dat voor nieuw materiaal en voor grooming is het volkomen onwaarschijnlijk dat dit een betrouwbaarheidsniveau kan bereiken waar het werkbaar zou zijn. Dus 2%, nee, inderdaad. Zelfs als je 0,0001, dan heb je nog steeds over een vals positieve ratio die onwerkbaar is. Dus voor nieuw en grooming is dit voorstel gewoon eigenlijk waanzin. Voor bestaand materiaal denk ik dat je dit volgens mij behoorlijk zou moeten kunnen inrichten. Nogmaals, niet, maar dan is dus niet het model, alles waar het apparaat op aanslaat gaat rechtstreeks naar de overheid. Want zo werkt het nu ook niet. Hè? En ook in het voorstel, er zit een dienstverlener tussen en die kunnen dan kijken, probeert hier iemand bijvoorbeeld de zaak te flessen door met met gemanipuleerde hashes aan te komen, whatever. Ik denk dat dat managebaar is, want dat doen ze nu ook al op allerlei andere takken van sport. Ja, ja hoor, ga je gaan. Ik had nog een andere vraag, namelijk over het bekende materiaal. Als dat moet worden opgeslagen in een databank bij de Europese Unie ergens, bij een agentschap. Hoe gevoelig is dat voor hackers? Kunnen die toegang krijgen tot alle mogelijke vormen van kinderporno en dat soort dingen die bekend zijn, als zij, volgens mij is het zo dat iedere Europese instantie al een keer gehackt is. Hoe reëel is dat gevaar? Nou, ik heb toevallig er ook wat van. Niet alleen is iedere EU-instantie al een keer gehackt, de meeste zijn op dit moment nog gehackt. We hebben in een ander dossier proberen wij de EU te bewegen. De EU kent ook een soort staatsgeheimen. En die nemen ze wel heel serieus. We proberen ze nu te bewegen die staatsgeheimen ook te gebruiken, maar dat doen ze niet, want ze zeggen, we hebben er de infrastructuur niet voor. Dus zodra iets een EU-geheim is, kunnen we het met niemand meer delen. Omdat deze database bij de EU Center hier in Den Haag dan steeds groter gaat worden, wordt dat gevaar ook steeds groter. En de wetgeving of het voorstel zegt van, nou, jullie moeten echt onwijs je best doen om dit goed geheim te houden. Maar verbind daar niet de zwaarste regimes aan die je eigenlijk zou willen. En op dit moment verwerkt de EU eigenlijk geen persoonsgegevens van ons. Dus dit is ook een nieuwe hobby voor hun, waar zij op dit moment ook betrekkelijk weinig ervaring mee hebben.
Dus dit is eigenlijk... En het voorstel zegt dus ook niet veel, die data die moet zo snel mogelijk verwijderd worden. Het voorstel zegt, die data moet bewaard worden, want dan kunnen we er research op doen. Bijvoorbeeld voor geldwitwassen en nog wat andere aanpalende dingen. Dus het plan is ook om het te bewaren. Dank u wel, mevrouw Michon Derks. Ja, dank u wel. Oh, beide dank voor de bijdrage. Ik wil maar richting meneer Hubert zeggen dat we hier ook zitten om ons zo goed mogelijk te laten informeren. Dus met alle mitsen en maren die erover te zeggen zijn. Dus we staan er open in. Is er in EU-verband, ik denk eigenlijk als eerste, ik kijk naar de heer Van Eten, is er ook gesproken om juist te starten met het bekende materiaal? Omdat ik er ook aan moet denken, dat zeg ik ook maar hier, als JNV-woordvoerder gaat het natuurlijk heel erg om de data, het kinderporno, en vervolgens natuurlijk dat materiaal wat maar niet... Dus je hebt altijd een secundaire slachtofferschap, omdat dat materiaal niet verdwijnt. En ik kwam er zo voor in de toelichting die je ook gaf, als de dienstverlening ook die detectie verplicht moet invoeren en daarmee in ieder geval het materiaal dus ook zou kunnen verwijderen, zonder dat dan ook door te sturen, maar dat het vanuit slachtofferschap heel waardevol is om in ieder geval het bestaande materiaal, wat gewoon dus die bekende hesjes zijn, dat we dat dus zorgen dat het echt verdwijnt. Is er ook in EU-verband, wordt dat onderscheid gemaakt, hè, tussen juist, want ik snap ook goed waar dat het bestaande materiaal minder vergaand ook is dan nog een nieuw materiaal laat staan, grooming. Is die discussie daar gevoerd heeft dat een reële kans ook om het in die zin of te faseren of te beperken, hoe je het wel wil noemen, maar de focus op het bestaande materiaal te leggen? Ja, wat ik begrijp is dat de huidige versie van het voorstel legt de nadruk daarop. Met een soort, als je het wat cynischer wil bekijken, als Trojaans paard krijg je dan bijgeleverd de mogelijkheid dat het nieuwe materiaal, dat ook nieuw materiaal gedetecteerd moet gaan worden. Dat is natuurlijk de lastigheid hier, of je werkelijk het systeem kan beperken tot bestaand materiaal. Dat is altijd, als je zoiets inricht, een grote puzzel. Dat geldt voor heel veel detectiemechanismes die we hebben ingericht. Ik kan me herinneren dat we met bijvoorbeeld de Nederlandse internetaanbieders een aantal jaar geleden heel veel discussie hadden over hoe zij klanten konden helpen die besmet waren. Wij konden van buitenaf op die netwerken zien dat er allerlei klanten waren, of ja, IP-adressen waar computers stonden die gehackt waren. Zij dachten, als wij dat in ontvangst gaan nemen, die data, en dan daadwerkelijk die klanten gaan benaderen, dan creëren wij een pad waar straks ook de copyright-industrie aan komt kloppen. En iedereen met nog een ander belang gaat ons dwingen om langs diezelfde route in te gaan grijpen. Zij hebben toen heel zorgvuldig dat juridisch ingericht en dat scenario, dat doemscenario, is nooit uitgekomen. Dus blijkbaar is het onder bepaalde condities mogelijk om het te beperken. Hier ligt dat ingewikkeld, want het voorstel heeft het nu nog steeds in zich, die twee andere elementen. En ik begrijp ook dat de laatste versie daarvan probeert een kleine voet tussen de deur te krijgen voor het nieuwe materiaal. Want ik denk ook omdat voor het bestaande materiaal nog de meeste steun is, hè. Mensen begrijpen dat daar mogelijk zinnig en proportioneel nog te handelen valt. De vraag is dan meer, en dat lijkt me meer uw expertise dan de mijne, hoe realistisch is het dat je dat voorstel daadwerkelijk kan beperken tot die toepassing? En dat je niet onbedoeld dat Trojaanse paard binnenhaalt met de rest van dit onzalige idee? Ja, ik heb ook een vraag aan de heer Hubert, want u heeft het over die software zelf, die dan op die telefoons zouden kunnen komen. En daar refereert u ook aan het nieuwsbericht van Follow the Money. Maar is het dan zo, als het dus aan elke bedrijf zelf is, hè, dat hij dus dit goed op orde heeft bij zijn dienst, dan is het toch aan het bedrijf om te bepalen welk spamfilter, vind ik een prettige vergelijking, welke spamfilter voor jou dus van toepassing is. Dus hoe verhoudt zich dat dan tussen waar u zich terecht zorgen over maakt, die software die dan via de EU geleverd en ook verplicht gebruikt zou moeten worden? Dan moet ik een klein beetje de indruk nuanceren. De EU heeft gezegd, je moet software installeren.
En wij bieden ook software aan, dus je mag onze software gebruiken. Maar als een bedrijf zegt van dat willen we niet, die EU-software, dan mogen ze ook hun eigen software inzetten. Maar die moet dan wel voldoen aan een grote berg met eisen. En dat zullen ze dan ook op eigen kosten moeten doen. De EU-software is schijnbaar gratis, of althans die gaan wij allemaal betalen. Maar ze kunnen het dus wel zelf doen, als ze zouden willen. Dank u wel. Mevrouw Dekker. Ja, dank voorzitter en dank aan beide heren voor hun betoog. Ik heb een vraag over aan de heer van Eteren. Over dat inderdaad aanbieders zelf die detectie zouden doen. Hè? Want dat is wat Google nu ook doet met ons e-mail en zo. En mijn vraag... ik heb eigenlijk twee vragen, maar mijn eerste vraag is dan, in hoeverre acht u dan deze aanbieders? Want we hebben het niet alleen maar over grote bedrijven, over WhatsApp, maar ook over TikTok, over LinkedIn, over alles wat wij eigenlijk nu gebruiken. Hoe betrouwbaar acht u dat ze hun oordeel kunnen vellen over of iets nou wel of niet sesammateriaal is? En in hoeverre kunnen ze dat ook doen zonder... materiaal door te sturen naar het nieuwe in te richten EU-centrum? Ja, hele goede vraag. Dan moeten we ons proberen te verplaatsen in de logica van die bedrijven. Je kan aan de ene kant zeggen dat zij zullen proberen om hier conservatief in te opereren. He, dus Apple bijvoorbeeld meldde, ik weet niet of het van vorig jaar was, maar 300 gevallen... van bekend CISA-materiaal aangetroffen te hebben aan de Amerikaanse meldpunt... tegenover tientallen miljoenen meldingen van bijvoorbeeld een Facebook. He, dat is een beetje appels en peren, maar het is heel evident dat Apple extreem terughoudend is... wanneer zij de drempel gehaald vinden van dit is CISAM en dit moet echt gemeld worden. Je kan eerder nog zeggen, misschien ligt die drempel te hoog... maar dus dat geeft wel aan dat een deel van die bedrijven zullen vanuit het vertrouwen van hun gebruikers willen opereren. Dat zij niet, tenzij het echt heel zeker is, meldingen zullen doorsturen. Dat zou één logica voor een bedrijf kunnen zijn. Maar ja, het kan ook aan de andere kant zo zijn, waar Bert Hubert ook al op wijst. Wat als zij, sommige van die bedrijven gaan misschien redeneren, ik wil geen liability voor dit probleem. Ik besteed het uit aan een bijvoorbeeld de EU-oplossing. Nou ja, ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit met dat specifieke bedrijf. En of de EU dat dan als haar oplossing gaat aanbieden. Daar wil ik even afwezen. Maar ja, dat is een manier om je als het ware te wapenen tegen wettelijke aanspraken. Door te zeggen, ik heb de officiële oplossing gebruikt. Nou, en die genereert deze uitkomsten. Nog steeds... tot ik gecorrigeerd word door mijn hooggeleerde juridische collega... nog steeds is mijn begrip dat de dienstverlener zelf gaat bepalen... hoe ze vals positieve en vals negatieve gaan afwegen. Ik kan me niet voorstellen dat... Ik denk dat de dienstverleners waar wij, de grote spelers... dat die niet dat klakkeloos gaan doorsturen. Misschien een kleine speler wel, die denkt... ik ga hier geen mensen aan spenderen. Alles wat die tool ophoest, stuur ik door en dan zoeken ze daar maar uit. Heel even maar reflecteren. Het voorstel biedt de ruimte voor aanbieders om klakkeloos door te sturen. Dus dat is een mogelijkheid die hun wordt geboden. En daarnaast zou ik nog willen aanvullen dat er inderdaad bedrijven zijn die er echt hun best op gaan doen. En er zijn ook Amerikaanse bedrijven die het niet zo hebben op onze regulering. En die er ook wel eens een handje hebben om dat gewoon te saboteren. Dus het kan best zijn dat er 300.000 meldingen per dag uit WhatsApp gaan komen. En dat ze zeggen, joh, we hebben ons best gedaan. Dat is heel moeilijk om zo'n, zeg maar, die tijger te temmen. Om dat contact te houden. Dus ik denk eerlijk gezegd, ik ben het helemaal met jou eens. Ik denk dat we het hele spectrum gaan.